Ja, dus wat zit erachter? Welkom overigens. Ik ga het proberen uit te leggen in 30 minuten. En eigenlijk de gedachte die erachter zit is heel simpel. En dat is dat wat we willen benoemen, een diagnose kan inderdaad nuttig zijn, ook een soort syndromale diagnose. Maar wat we benoemen is in de syndromale zin zo breed dat het als het ware weer dwingt tot een verdere persoonlijke diagnose. Dat is eigenlijk het idee wat erachter zit. En het is natuurlijk niet nieuw, want zo oud als de psychiatrie en de psychologie zijn, zo oud is de discussie over moeten we gaan lumpen of moeten we gaan splitten. Dus moeten we gaan werken met brede syndromen of moeten we gaan werken met diagnostische verfijning die telkens verder gaat, zoals de afgelopen 20, 30 jaar natuurlijk is gebeurd in de DSM. En de klinici die hebben toch vaker de neiging om te zeggen, ja maar de zorgbehoeften die zijn transdiagnostisch, zijn niet diagnosespecifiek. Dus laten we het lekker breed houden. Maar de academici en de onderzoekers, die natuurlijk invloed hebben in de psychiatrie, die zeggen, ja maar wij kunnen stratificeren. Wij hebben genetische en biologische en psychologische testen waarmee we dingen zodanig kunnen verfijnen dat we betere diagnostiek, betere behandeling, betere zorgbehoeften, voorspelling kunnen doen. En dit heeft geleid dus tot het fenomeen van de personalized medicine. Maar personalized medicine is een heel erg verwarrend woord, want het betekent twee dingen. Het betekent in de medische onderzoekszin van dat je bij bijvoorbeeld een groep patiënten met depressie op zoek bent naar stratifiers, variabelen, waarmee je de groep in subgroepen kan onderdelen van wie wel of niet gaat reageren op een antidepressivum, wie wel of niet een bepaalde psychotherapie nodig heeft, et cetera. Maar personalized medicine heeft ook een hele belangrijke klinische connotatie en dat betekent gewoon het idee dat iedere persoon is uniek. Dus iedere persoon met psychisch lijden is uniek en heeft een gepersonaliseerde behandeling nodig. En is één. En die twee betekenissen van personalized maken het wel een beetje lastig. Dus wij spreken vooral, als we het hebben over personalized medicine, een persoonlijke benadering, dan is dat letterlijk, iedere persoon is anders uniciteit. En niet de stratificeergedachte van de persoonlijke geneeskunde. Het is wel een logische gedachte, want als je kijkt naar de neurologie en de neurochirurgie, de neurowetenschappen, naast ons, die hebben ontzettend veel succes gehad in personalized medicine. Bijvoorbeeld dat er een specifieke mechanismen bekend zijn bij bijvoorbeeld spinale musculaire atrofie, op basis waarvan er nu gentherapie kan worden gegeven, waardoor kinderen die geboren worden met SMA normaal een paar jaar te leven hadden, nu gewoon volwassen leeftijd kunnen bereiken en leven. Epilepsiechirurgie. Enorme vooruitgang in de diagnostiek van waar de haarden zijn en vervolgens de neurochirurg die komt en de haard wegneemt. Succes bij de cerebrovasculaire accidenten, waarbij je met een CT-scan kan kijken waar precies de trombe zit. En als het groot genoeg is, het vat waar het in zit, dan vraagt de neuroloog aan de interventieradioloog, kom het even weghalen en de persoon kan de volgende dag letterlijk naar huis. Dus multiple sclerose is ook heel interessant, want we hebben nu minstens 7 aangrijpingspunten in het immuunsysteem gevonden die bijdragen aan het ontstaan van multiple sclerose op basis waarvan therapieën worden ontwikkeld door monoclonal antibodies. Dus het is helemaal niet zo gek dat er heel veel gepraat wordt in de psychiatrie over de noodzaak voor superspecialisatie en persoonlijke psychiatrie. En dat we zeggen, we kunnen high-risk interventies doen met mensen met een hoog risico op psychose. En we gaan naar big data kijken, want die gaan ons subgroepen geven, et cetera. En dit discours is zeer dominant geworden op het moment in de psychiatrie. Zo dominant dat je haast zou geloven dat we er al zijn. Dat personalized psychiatrie in de medische zin van subgroepen op basis van biologische testen bijvoorbeeld, al mogelijk is. Alleen, daar zit een klein probleem. Dus ook een tegengeluid, ook in de geneeskunde. Er zijn vragen voor die hele aanpak van de persoonlijke geneeskunde, ook in de oncologie en de neurologie. Want
om maar meteen hier te beginnen, wat gaat dat eigenlijk kosten? En wat ermee samenhangt, is dat nou, gaat dat werkelijk veel impact hebben op de gezondheid van de populatie? Of ga je de geneeskunde enorm duur maken voor een aantal interventies waarvan we weten dat als we bijvoorbeeld mensen iets meer zouden laten bewegen, of iets gezonder zouden laten eten, of sociale ongelijkheid zouden uitroeien, de ziektelast in de populatie enorm zou toenemen. En wat is eigenlijk de belofte van het humaan genoom? Is het zo dat al die dat daar veel persoonlijke testen voor de oncologie en de interne geneeskunde uit voort gaan komen? Loopt het werkelijk zo'n vaart met het ontwikkelen van drugs op die gebieden, als je het bekijkt door de hele geneeskunde heen? Dus zo vaart loopt het niet, ook in de geneeskunde. En daarnaast zijn we ook steeds meer op het punt beland dat we zien van überhaupt die hele aanpak van de evidence-based practice op de geneeskunde, maar ook de psychiatrie en de psychologie, dat is ook een beetje in crisis, dat is een veld in crisis. Ik zal even kort uitleggen waarom. Want het heeft ook te maken met wat Machtel net al liet zien, is dat ook de Raad van de Gezondheid en Samenleving heeft ook net dit stuk uitgebracht en die zegt van ja, die hele illusie van evidence-based practice, dat je gaat samen zitten in een kamer en je bespreekt een patiënt en iemand roept, oké, dat gaan we opzoeken, of we moeten een trial gaan uitvoeren, wat is de evidence, of de zorgverzekeraar die zegt, laat de evidence zien van deze behandeling, dat ook heel veel over illusie gaat. En ik noem een voorbeeld, want het is pertinent met betrekking tot het thema waar we over spreken. Iets wat onder de evidence-based psychiatrie en psychologie ligt, is een heel interessant fenomeen, bijvoorbeeld als het dodo-effect. Oftewel, dat van de 400 verschillende psychotherapieën die je kunt toepassen bij depressie, eigenlijk uit de evidence-based, uit het onderzoek blijkt dat ze allemaal hetzelfde zwakke effect geven. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. De dure dingen, de goedkope dingen, de langdurige dingen, de korte dingen, ze hebben allemaal ongeveer hetzelfde effect. Dat heet het dodo-effect. Dat is een bekend fenomeen. En hetzelfde geldt voor medicaties. Hè. Dus we hebben het idee dat clozapine effectiever is dan de andere antipsychotica. Maar als je daar een goede netwerk meta-analyse op loslaat, zoals de groep van Stefan Loijk heeft gedaan, recent in JAMA Psychiatry, dan zie je dat die superioriteit van clozapine, die hangt af van een paar kleine trials die niet geblindeerd waren. En als je die weglaat, dan is die superioriteit van clozapine er niet. We geloven het wel, en daarom werkt het misschien ook zo in de praktijk, maar het is niet echt ondersteund. Het is ook het dodo-effect van de antipsychotica dat hier speelt. Nou, wat zit er onder dat dodo-effect? Twee dingen. Bij psychotherapie ligt het voor de hand, maar ook bij medicatie, dat ze allemaal hetzelfde zwakke effect hebben, omdat het allemaal om hetzelfde effect gaat van de persoonlijke relatie, van de therapeutische relatie die het effect medieert van de psychotherapie. Dus gaat het niet zozeer om welke techniek je toepast, maar het gaat om het algemene effect van de therapeutische relatie. Ik had zeker wat voor te zeggen, toonde dit onderzoek ook aan. Namelijk, het ging over psychotherapie bij psychose, had je een goede relatie met de therapeut, dan werd je beter, had je een slechte relatie, dan werd je slechter. Maar ook bij medicatie worden dit soort analyses wel eens gedaan. Dit is een bekende trial van de NIH in Amerika over antidepressiva. Dan gingen ze reanalyseren. Dan gingen ze kijken hoeveel van het verbeteren zit er nou in het antidepressivum zelf. De meerwaarde boven placebo, nou wel wat. Maar hoeveel van het beter worden zit er niet zozeer in de pil zelf, maar hoe die werd gegeven door de klinicus. Dus of je dat warm of koud tegen bijvoorbeeld. En dan zie je dat het grootste gedeelte van het beter worden, of hoe het differentieert van placebo, zit niet zozeer in het middel zelf, maar in hoe het werd gegeven. Dus dit zijn ontzettend interessante vragen onder die evidence-based practice, die je ook weer op een kwantitatieve manier kunt analyseren. En het andere idee wat het dodo-effect zou kunnen verklaren, is dit. En dat is wederom die gestratificeerde subgroepen onder het geheel. Dus het kan best zijn dat bijvoorbeeld bij posttraumatische stress heeft EDMR, IPT en mindfulness hebben allemaal hetzelfde zwakke effect in randomized controlled trials. Maar het zou best kunnen natuurlijk dat dat komt omdat in al die groepen sommige mensen
alleen op EMDR zullen reageren. Die hebben dus een, dat is een subgroep. Andere mensen zullen alleen op IPT reageren, andere mensen alleen op mindfulness. Dus zolang je die stratificatie niet kan aanbrengen in de brede groep, zul je dus altijd hetzelfde zwakke effect vinden, omdat de groep nou eenmaal heterogeen is. Hetzelfde kan je zeggen voor antipsychotica. Sommige mensen zullen wel op olanzapine reageren, maar niet op clozapine, en anderen weer alleen op haloperidol. En zolang we die groepen niet kunnen benoemen, zitten we dus altijd met het dodo-effect. Daar valt ook wat voor te zeggen. Maar de vraag is, zijn we er nou al, kunnen we die subgroepen aanwijzen? Hoe specialistisch zijn we nou eigenlijk bezig? En dat is wel belangrijk, om daar even bij stil te staan. Dus het idee is, en dat zie je in heel veel literatuur, en je ziet ook heel veel congressen hierover, en praatjes erover, waar mensen zeggen, we kunnen het, we kunnen dingen meten, biologisch of psychologisch, of symptomatisch, zodanig dat we een voorspellende waarde hebben over wie waarop gaat reageren en hoe het iemand zal vergaan, gegeven hoog risico bijvoorbeeld. Maar is dat waar? Want als je dat gaat proberen uit te rekenen, dan is dat toch heel moeilijk. Er zijn geen testen om subgroepen aan te wijzen met voldoende zekerheid om dat te gebruiken in de klinische praktijk. Dat is teleurstellend, maar het is wel belangrijk. Waar het om gaat is, als je deze twee groepen uit elkaar wil halen, op basis van een test, hè, de twee subgroepen bij posttraumatische stress, dit is de groep die op EMDR zal reageren, dit is de groep die alleen op IPT zal reageren. Als je een test wil hebben die die groepen goed uit elkaar gaat halen, dan moet hij dat ongeveer met deze precisie kunnen. Dus een likelihood ratio van ongeveer 10. Alleen het lastige is dat in de klinische praktijk, bij welke diagnose je ook bedenkt en wat het ook is wat je probeert te voorspellen, het is altijd ongeveer dit. De groepen zijn niet uit elkaar te halen. Of het nou bij depressie of PTSS is of psychose, wie moet welke behandeling hebben, wie zal welke prognose hebben, wie zal van high risk naar een meer ernstig beeld gaan. Je kunt het niet voorspellen. Dit is wat de harde feiten laten zien. Er wordt vaak gezegd dat er één test is in de psychiatrie, en dat is dat we een genvariant hebben die voorspelt wie, als ze clozapine gebruiken, een risico heeft op aangaande neurocytose. En dat wordt gezegd, en de odds ratio van die genvariant is ook behoorlijk hoog, 17. Dat hebben we voor de rest nergens in de psychiatrie, als het betreft voorspellen en personalized psychiatry. Maar als je goed kijkt, dit is ook te laag om goed te kunnen voorspellen. Hier komt zeker geen likelihood ratio van 10 uit. Hier komt ook weer een vrij lage likelihood ratio uit. Dus zelfs deze test, waarvan we weten dat hij iets zegt, is nog te laag voor de klinische praktijk om tegen patiënten te zeggen, ik kan nu met 80% zekerheid zeggen of dit bij u gaat werken of niet. Dus om je een idee te geven. Nou, wat pretenderen we dan te zeggen als we zeggen, we hebben een boek met 150 diagnoses, minstens, afhankelijk van hoe je telt, is het 300 of 150, ik doe het even conservatief, op basis waarvan we specialistische richtlijnen hebben geschreven, dat is al een vorm van stratificatie natuurlijk. Want we zeggen, dit werkt bij die diagnose, dat werkt bij die diagnose, en dat is een vorm van personalized psychiatry. Alleen, als je dus de literatuur erop naslaat en gaat kijken, ja maar, die specialisatie, wat is nou de wetmatigheid van de contrasten tussen die diagnostische groepen wat betreft zorgbehoeften, wat betreft behandelingen, wat betreft prognose, dan zie je dat die wetmatigheden te laag zijn wat betreft diagnostisch onderscheid, wat betreft zorgbehoefteonderscheid, wat betreft behandelingsonderscheid en prognostisch onderscheid, veel te laag om echt te dienen als zodanig, als diagnostische specialisaties. Laat staan om een zorgpanel op in te richten. Dus dit is lastig. Dus een andere manier om naar te kijken is dat je zegt, oké, is al eerder gezegd, we hebben een groep symptomen. En dat zijn gewoon transdiagnostische fenomenen. Die kan je veel beter op zich bekijken. We hebben 40, 50 belangrijke ervaringen die toch wel redelijk te herkennen en te benoemen zijn. Die bij mensen op verschillende tijden, verschillende maten voorkomen. Die aanleiding kunnen geven tot zorgbehoeften.
En wat er dan gebeurt is dat we gaan proberen daar binnen te identificeren een diagnose als depressie. Dus waarvan we zeggen, idealiter zijn dit de symptomen. En dan hebben we een soort normothetisch systeem dat als je aan voldoende voldoet, dan heb je de diagnose depressie. Maar, en dit is waar hele slimme mensen al 40, 50 jaar op hebben gewezen. Als je dan gaat kijken van patiënt naar patiënt, dan zie je dus dat de ene ziet er zo uit. Heeft weliswaar wat symptomen van het kernsyndroom, maar ook behoorlijk wat daarbuiten. En een ander ziet er zo uit. Heel anders. En een ander zo. En iedereen, kortom, heeft een eigen verschillend persoonlijk profiel. En de vraag is dus, moeten we dan zeggen, jullie hebben dezelfde diagnose, of kan je beter zeggen, wat we hier zien, gedraagt zich conceptueel eigenlijk veel beter om te benaderen via een syndromale benadering. Zoals bijvoorbeeld het metabool syndroom. Metabool syndroom, syndroom in de geneeskunde betekent zoveel als zeggen, ik weet het niet. En het is waarschijnlijk, misschien moeten we met elkaar afspreken dat het eigenlijk heel aantrekkelijk is om te zeggen, ik weet het niet. Herman van Praag, die gaat in het land rond met lezingen waarin hij zegt dat hij nu de twijfel omarmt. Want het is zijn visie. Na 40 jaar biologische psychiatrie is hij nu gekomen bij het standpunt waarbij hij zegt, ik omarm de twijfel. Kunnen wij dat delen met patiënten? Ja, dat kan, want je kunt zeggen dat ik diagnosticeer metabool syndroom bij u, maar dat wil zeggen dat ik het eigenlijk niet weet, want we vermoeden dat 6 dimensies zijn en dat hele verschillende mensen verschillende waarden hebben op die verschillende dimensies. Maar we noemen het allemaal metabool syndroom om met elkaar af te spreken en toch een soort diagnose te hebben waar mensen dan zich conceptueel kunnen plaatsen. Het is prettig. Maar we gaan vooral kijken naar hoe deze dingen te meten zijn over de tijd en veranderen. Dus wat is het equivalent ervan in de psychiatrie? Dat is heel interessant dat de DSM-5 nu op twee poten hinkt. Want de DSM-5 is bezig te syndromaliseren. En dat heeft u gezien, hè? In de DSM-5 is nu opeens het autisme spectrum gekomen. Dus een syndromale benadering van autisme. Dus alle verschillende hokjes, die zijn weg. Dus één spectrum, één syndroom. En we zeggen, je kunt zowel binnen personen als tussen personen kun je heen en weer bewegen over het syndroom. Er zijn verschillen tussen en binnen mensen. En 10 jaar geleden nog was het een uiterst zeldzame, hele ernstige stoornis, autisme. Waarvan de epidemiologie dus iets was van 1 in 10.000. En nu is het overal. Dus het wordt meer als menselijke variatie gezien en we geven het een syndromale uitdrukking. Verslaving, heeft u waarschijnlijk ook gezien, is nu ook syndromaal geworden. Dus je hebt niet meer misuse en dependence. Het zijn nu gewoon, alles is bij elkaar gegooid. En hoe meer van de 11 criteria je hebt, hoe hoger je zit op het syndroom, op het spectrum. Dus het was de bedoeling dat er ook een psychose spectrum zou komen. Maar dat was nog een bridge too far. Het gaat wel in de DSM-6 gebeuren waarschijnlijk. Dus, zeldzame stoornis wordt een spectrum. Dat is in de DSM-5 al gebeurd. Nou, dan is de vraag, er zijn er nu 2. Hoeveel gaan er komen in de DSM-6, als deze trend gaat doorzetten tenminste? Hoeveel hebben we er nodig? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, DSM-5 is nu 150 diagnoses. Laten we terugbrengen tot de hoofdstukken. De hoofdstukken van de DSM. 10 tot 15 brede syndromen. Waarbij we zeggen tegen mensen, we weten het niet, maar we noemen het een psychotisch syndroom. Dat is een heel breed begrip. Verschuivingen mogelijk, en we noemen het zo. En wat dan de bedoeling was van DSM-5, is dat er vooral een focus zou gaan komen op transdiagnostische dimensies, die syndromen zouden persoonlijk maken. Dus je hebt een depressief syndroom, maar wat zijn dan de waardes van de verschillende symptoomdimensies, de zorgbehoeften en vooral ook de weerbaarheidsdimensies, hè, die heeft Bart net genoemd, bijvoorbeeld in hoeverre is iemand in staat om positief effect te genereren of coping te ontwikkelen. Heel belangrijk. Dus dit is de syndromale benadering, maar hij is nog niet compleet, want we zijn één stapje verder gegaan. En dat is ook al eerder gezegd, dat de definitie van gezondheid is gedemedicaliseerd. En die demedicaliseert in de zin van dat de oude definitie van symptoombestrijding leidt tot gezondheid, nu ook is. Gezondheid is eigenlijk je ding kunnen doen. Wacht tot Huber. Gezondheid.
mensmaat. Het klinkt eenvoudig, maar wat zit daarachter? Je ding kunnen doen betekent het nastreven van de doelen die jij belangrijk vindt, omdat ze jouw leven zin geven. Dus het biopsychosociale model wordt opgerekt tot het biopsychosocio-existentiële model. En van ons wordt gevraagd om onze diagnostische concepten, syndromaal met persoonlijke dimensies, ook op te rekken tot die existentiële dimensie. En dat gebeurt nu natuurlijk, want in de vakteams is het al heel gebruikelijk om naast een, zeg maar, een medisch diagnostische formulering ook een hersteldiagnose te maken. En dat gaat over waar zit iemand in het proces van herstel, want we weten dat het ook een bepaald verloop heeft, dat niet lineair is en niet bij iedereen hetzelfde is, maar wat vooral gaat over de vraag, hoe vind ik een nieuwe identiteit, hoe vind ik mezelf opnieuw uit met deze uitdaging die me is overkomen, zodanig dat ik toch ga werken aan nieuwe doelen die mijn leven zinvol maken, ondanks alle beperkingen en de uitdagingen die ik nu heb. Dus wat wij hebben geprobeerd in het diagnostisch denken is ook aanbrengen het CHIME-model, wat is geformuleerd op basis van 25 jaar ervaringsdeskundigheid, ervaringsdeskundigheidsliteratuur, waarin ook een oproep zit om diagnostisch op te denken aan dingen waarvan de patiënten die in de GGZ gebruik maken van de diensten zetten, dat ze geholpen hebben, namelijk dingen als verbondenheid en empowerment en identiteit van de mens eerder dan patiënt en betekenisgeving, zingeving. Dergelijke dingen, waarbij dus ook met name wordt gewezen op dat herstel ook een soort narratieve ontwikkeling is. En dat een DSM-categoriale diagnose niet altijd helpt om die narratieve ontwikkeling, die zelfnarratieve ontwikkeling, waarbij je jezelf letterlijk opnieuw uit gaat vinden, gegeven wat je is overkomen, niet noodzakelijk kwijt helpt. Dus dit is belangrijk, want er is nu een emerging literatuur, deze komt uit Engeland, dat als je bijvoorbeeld kijkt naar ROM-data in bij severe, wat genoemd wordt severe mental illness, dan zie je dat de klinische mate blijft vaak stabiel. Maar wat kan toenemen, is die andere dimensie van zingeving en persoonlijk herstel. Die kan toenemen. Vandaar het idee van herstellen kan altijd. Dus wat wij voorstellen als syndromale diagnose is dat je tegen mensen zegt, ik weet het niet. Dat wil zeggen, u heeft depressief syndroom, angstsyndroom, psychotisch syndroom, traumatisch syndroom, etc. 10 tot 15 brede syndromale formuleringen die zo breed zijn dat je wel gedwongen bent om daarbinnen een precisiediagnose te maken. En die precisiediagnose gaat niet alleen over dimensies van symptomen en weerbaarheid volgens het medisch model en de zorgbehoeften, maar ook, heel belangrijk, over de narratieven. Dus het verhaal van iemand is binnen die syndromale diagnose betrokken om het preciezer te maken en ook de sense of purpose. Dus welke doelen heeft iemand, welke persoonlijke doelen heeft iemand die voor hem het leven zinvol maken. Dus het idee is als je dit als een diagnostisch concept lanceert in de GGZ, dus dat je niet bij herstel gaat nadenken als iemand al 5 jaar of 10 jaar gebruiker is van de GGZ, maar dat je meteen die zingevingscomponent, die nu via de Gezondheidsraad en Machtel Huber zo prominent is neergezet in de geneeskunde, dat we die meteen meenemen in onze diagnostische formulering. Als u dadelijk dus dit gaat gebruiken, is dat wel lastig, want de taal van de geneeskunde, de taal van de zingeving, die verschillen van elkaar. Dus bij de diagnostische formulering worden symptomen aan de ene kant, in onze medische formulering, worden signalen in de zin van de hersteldiagnose. En problemen zijn dilemma's en oplossingen zijn keuzes en zingeving. En zo is er voor alle taal die wij gebruiken in het medisch bedrijf, en die op zich heel goed zijn, hè, want deze dimensie is heel belangrijk, evidence-based is heel belangrijk, focus op genezing is heel belangrijk, maar deze taal is ook heel belangrijk. En de opleiding zit natuurlijk vooral van psychiatrische psychologen, zit vooral hier, verpleegkundigen. Maar van ons wordt ook gevraagd om specialisten te zijn, diagnostisch specialisten op dit gebied. Dus ik hoop dat ik heb duidelijk gemaakt dat als wij praten over persoonlijke psychiatrie, dat wij bedoelen de psychiatrie van de NS1, van de uniciteit, en niet de persoonlijke psychiatrie van de biologische stratificaties die er overmorgen of liefst al vandaag zou zijn.
Niet omdat we daar tegen zijn, maar omdat we denken dat dat echt nog heel ver weg ligt. Zeker in zo'n complex gebied als ervaring, psychische ervaringen en menselijk lijden, menselijk psychisch lijden. En als u naar de workshop komt, dan zal ik u meenemen naar het psychosesyndroom. En dit is een artikel dat binnenkort gaat uitkomen bij Psychological Medicine, geschreven met mijn collega Sinan Muloxhoes. Het gaat eigenlijk over de slow death of the concept of schizophrenia en the painful birth of the psychosis spectrum syndrome. En dat is iets wat we met u vanmiddag hopen te bespreken. Dank u wel voor uw aandacht. Een mooie narratieve titel zo aan het einde van een artikel. Ik zeg twee vragen sowieso die al ontstaan. Is er wel plaats bij deze syndromale daling? Is er nu minder diagnostische missers? Maak je nu minder fouten als dokter zijn? Ja, ik denk wel, want we krijgen allemaal te maken waarschijnlijk, hè, dat heeft u wel, dat mensen initieel blij zijn met de diagnose. Oké, nu weet ik wat ik heb, schizofrenie. Dan, als ze 2 jaar later de diagnose schizoaffectief krijgen, verward worden en dan 3 jaar later bipolaire stoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis ronduit verward gaan raken. En het mooie van het syndroom is omdat je gewoon zegt, het is zo breed, het zegt niks over jou. De precisie zit erin hoe bij jou de dimensionele verloop is over de tijd. Dus je kan nooit misdiagnose krijgen omdat je zegt, je blijft altijd binnen het syndroom. Althans, het zijn er maar 10 of 14, dus het aantal diagnostische reizen dat je kunt gaan maken is aanzienlijk minder dan als er 300 diagnoses zijn. Dus en dat je zegt, het gaat vooral om het dimensionele verloop dat we gaan volgen over de tijd. En dat is het belangrijke, naast die andere dingen die je bij hebt. Dus ja, zit Mark van der Gaag al helemaal naast de positie van de groep? Ja, ik vrees het wel. En we hebben dit onlangs, heb ik ook met Sinan Muloxhoes opgeschreven in World Psychiatry. Dat is een zeer respectabel blad. En daar hebben wij een uitgebreide methodologische en wetenschappelijke kritiek beschreven van dat ultra-high risk en schizofrenie concept. Namelijk dat de grootste bestanddelen is dat het is eigenlijk hetzelfde wat je doet, is. De ultra-high risk is gewoon iemand met een beetje psychose en sommigen daarvan hebben een tijdje later meer psychose. En dat je dan zegt, er is een soort categorale verschuiving heeft er plaatsgevonden. Want hij was eerst risico en nu is hij ziek. En wij zeggen nee, wat er gebeurt is dat psychopathologie is complex. Je ziet dat er een wolk is van angst, depressie, drugsgebruik en een beetje psychose bij die mensen. En dat de angst, depressie en drugsgebruik ernstiger worden over de tijd, waardoor er ook wat meer psychose soms ontstaat. En wat je dus ziet is dat er een complex, pluriform, psychopathologisch beeld zich ontwikkelt over de tijd. En dat kan je niet reduceren tot hoog risico psychose eerst en dan schizofrenie daarna. Alleen maar gebaseerd op de psychose dimensie. Het is veel complexer. Maar ik kan het u aanraden, het World Psychiatry artikel, het is gratis te krijgen via Google. Voor het laatste, links. Wat gaat de zorgverzekeraar zeggen als jij 15 syndroom hier hebt? Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom, inderdaad, waarom is DSM-5 niet doorgegaan? De brede syndromen en de transdiagnostische dimensies die men voor ogen had. De reden is dat men bang was voor de zorgverzekeraar in Amerika. Namelijk wat die zou gaan zeggen was de angst dat dat, heel fijn dat jullie brede syndromen hebben. Dat het vooral dimensionaal binnen die syndromen wordt uitgebeeld, maar als jullie dingen gaan dimensionaliseren, dan gaan wij de vergoedingen ook dimensionaliseren. En dat vond men niet leuk, want men kan beter sturen natuurlijk op dichotome concepten, ziek, niet ziek, beter, niet beter, dan weet je, kan je veel beter begroten wat je inkomsten gaan zijn. Dus inderdaad, wat gaat de zorgverzekeraar zeggen? En wat gaan GGZ-organisaties zeggen als dit de nieuwe manier van onderhandelen moet worden? Want ze zijn nu al, ik geloof iets van 30.000 papiertjes A4 kwijt per jaar in onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Een gemiddelde GGZ-organisatie van zijn 50 miljoen omzet. Dat worden er misschien 60.000. Dus dat is wel dat is ook dimensioneel. Goed, dankjewel, Chip van Os.